In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Radio, Radio Bergijk. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Radio. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Goeiedag, dames en heren. Hartelijk welkom bij Radio Bergijk. Goeiedag, dames en heren. Dit is Peer van Eersel. U hoort het al. Ik zit hier tegenover mij, een van mijn beste kenners. En dat is natuurlijk uw ankerman Toon Sporenberg. En we gaan er weer een gezellige uitzending van maken. Zal ik het bedrijfsnieuws doen? Nou kijk, zo kan het dus ook. Ja, nou. Zo kan het dus wel. Ja, tuurlijk. Nou. Daar sta ik van te kijken. Waarom? Dat jij openhartig in de uitzending zegt... Beste kennis, ja. Ankerman, Toon Sporenberg. Ik ken mijn plaats. He. Maar ik doe het bedrijfsnieuws. Goed, goeiedag. Ja, zet hem maar klaar, de tune. Zet hem maar klaar, Tetje. Hou je er buiten, jij, Toon Sporenberg. Tetje, zet hem maar klaar, de tune. Want ik ga het doen, het bedrijfsnieuws. Goeiedag, in het kader van bedrijfsnieuws. Een waarschuwing van Kunststof Kozijnen Bergijk. Dat is dat bedrijf dat huis aan huis zo reclame maakt voor de Kunststof Kozijnen. Die zijn van een speciaal soort kunststof. En heel veel Bergijkenaren hebben ze al laten plaatsen met zo'n leasecontract. Waarvoor je tot aan je dood ongeveer 42 euro per week moet betalen voor je lease Kunststof Kozijnen. Het bedrijf laat ons de volgende mededeling doen. Bij het naadplaatsen van de Kunststof Kozijnen kunnen zich de volgende bijwerken bij u voordoen. Oorzuizen, hoest, haarverlies, maagstoornis, opgezwollen of koude handen en voeten, slapeloosheid, nachtmerries, geheugenverlies, diarree, neerslachtigheid, droge mond, hartkloppingen, een vermindering van de hartslag, onregelmatige hartslag, pijn op de borst, flauwvallen, een verminderd behoefte aan seks, hoofdpijn, misselijkheid, moeheid, duizeligheid, tintelend gevoel en allergieachtige reacties zoals uitslag, galbulten en jeuk. Het bedrijf Kunststof Kozijnen Bergijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij het zich voordoen van deze bijwerkingen. Tot zover. Radio Bergijk. Dames en heren, een politiebericht. En het betreft hier een diefstal golfclub. Afgelopen dinsdag was een 60-jarige inwoner van Bergijk een golfballetje aan het slaan op het voetbalveld aan de Eerselse Dijk. Dat is natuurlijk geen doen eigenlijk, maar goed, hij was er toch mee bezig. Toen de man zijn golfballetje ging ophalen, zag hij drie jongens, variërend in de leeftijd van 2 tot 2,5 jaar, twee golfclubs pakken en hard weg fietsen. Tijdens de achtervolging gooide een van de knapen, namelijk die van 2, de golfclub weg. De andere nam de club weg. En dan is er nog een alcoholcontrole geweest. En daar werden 355 bestuurders een blaastest afgenomen. Slechts één bestuurder, een 36-jarige inwoner uit Eersel, bleek vrij te zijn van alcohol. En de rest had veel te diep in het glaasje gekeken. En het gemiddelde alcoholpercentage bij die 354 anderen was dus 2,2. En bovendien waren die 354 mensen niet in het bezit van een rijbewijs. Tot zover deze politiebericht. Wacht even een tijdje. Die koptelefoon doet moeilijk. We zitten. Wacht even. Ja. Ja, hij doet het. Hij zit goed. Want er zit allemaal groen spul aan die schelpen. Nou ja. Dames en heren, u weet het. Bergijk, Radio Bergijk moet ik zeggen, heeft een soort beleidsverandering gemaakt. We hebben natuurlijk in het verleden altijd ruimschoots aandacht besteed aan mensen uit Bergijk. Die om een of andere manier nieuwswaardig waren. Die hadden iets gepresteerd of die hadden een plan of dit of dat of zus of zo of een heel verhaal. Terwijl de luisteraars thuis ook graag nou eens willen horen wat de gewone Bergijkenaar beweegt. Dus de hele normale, gewone Bergijkenaar of Bergijkse. Want in dit geval heb ik het over een hele gewone Bergijkse. Dat is namelijk Meerke Tons. Welkom, Meerke. Ja, bedankt.
Ja. Nou, jij bent een van die vele duizenden hele gewone normale Bergeikenaren. En de vraag van ons is dan altijd: wat houdt jou zo in het leven als gewone Bergeikse bezig? Nou, ik ben gewoon huisvrouw. Ik heb 3 kinderen en 4 kleinkinderen. Daar pas ik vaak op. Dus de middag ga ik ze van school. Smiddags, als mijn eigen dochters moeten werken, dan zorg ik voor ze. Dat houdt mij bezig. Dat was het? Ja, 's avonds kijk ik televisie. Anders nog iets? Nee. Dus we zijn klaar? Nee, ik had toch een keer, daarvoor kwam ik hier toch, dat was toch Nee, dat is dan wat jou eventueel niet gewoon maakt. Maar wij willen juist met jou praten over wat jou zo stuitend, vervelend, saai, gewoon maakt. Nou, wat een keer heb meegemaakt, dat was... Nee, dan ga je een avontuur zitten vertellen. Nou, ik had... Nou, vertel maar even. Nou, dus toch elk jaar is toch van de Sinterklaasvereniging, mm-hmm. van de Winkeliersvereniging, mm-hmm. kende ik toch wat winnen. Mm-hmm. Maar dan is me net de vraag of je het op het juiste mm-hmm. tijdstip hebt gekocht. Ja. Nou, dan hebben wij een keer wat gewonnen. Mm-hmm. Oh. Want wij gingen naar Slenders Witgoed. Mm-hmm. En man en ik die toen nog leefden, hebben een gascomfort ja. uitgezocht. Mm-hmm. Dat hadden we ook echt nodig. We hebben mm-hmm. niet gewacht tot die actie was. Ja. We hebben een gascomfort gekocht. Mm-hmm. En toen we het kochten, zei de winkelier nog... Ja, ja. Zal ik hem zetten op 2:30 ja. of op 2:30? Want we kochten het om 2:00. Mm-hmm. Dus dan kun je 30 minuten ervoor of 30 minuten erna. Oké. Okay. En dat wij zeggen van, nou doe maar 2:30. Ja. En later viel het lot op 2:30. Oh, nou dat is vette pech. Dus wij hebben toen niet dat geld, dan krijg je de aankoopgeld dan terug. Ja. Maar dat kregen wij niet, omdat we de verkeerde keuze hadden gemaakt. Ah ja. Nou, het is me wat. Ontzettend bedankt. Ja, dat was het. Ja, wegwezen. Petje, wat is dat met gewone mensen? Ik word er knettergek van die gewone mensen. Ze moeten dood! De gewone mensen moeten dood! Ik word gek van gewone mensen! Ah! Gewone mensen! Kapot schoppen, zeg ik! Gewone mensen! Nee! Zoals wij, die niet veel begeren. En mensen zoals wij, om in rust en vrede gelegen met elkaar. Waarom is dat voor zo'n weinig mensen waar? Ieder land heeft grenzen, die mensen zoals wij. Doodgewone mensen die denken zoals wij. Het gevoel van geven dat aan de oever zijn. Mensen wonen die hier anders zijn dan wij. Mensen wonen die hier anders zijn dan wij. Hier nog even nagekomen bericht, bedrijfsnieuws. Het is nog even van Kunststof Kozijnen Bergeijk. Er zijn wat in het vorige bericht wat bijwerkingen weggevallen. Dus na het geplaatst hebben van die kunststofkozijnen kunnen ook nog voordoen zwarte ontlasting, bloed in de urine, suiker in de urine, onvoldoende werking van de lever, oorzuizingen, gehoorstoornissen en stuipen. Dit was even nog nagekomen bericht van het Kunststof Kozijnen bedrijf Bergeijk. Zet Bergeijk op de kaart. Hallo, hier is Bert Overloon. En jongens, ik wou zeggen dat eigenlijk voor mij de enige manier is... hoe wij Bergeijk hier op de kaart kunnen zetten weer... is door een heel groot schoonmaakcongres te organiseren. En dan komen van heinde en verre al die schoonmakers hier bij elkaar. Zetten we een grote tent neer met allemaal schoonmaakspullen erin. En dan kunnen we allerlei ideeën uitwisselen. Misschien ook een ruilbeurs met je attributen. Hè? Of leuke stickers maken met je leuke Bergeijk, de schoonste stad van Nederland. Dat soort zaken. En dan kunnen we ook daarna een hele grote schoonmaakbeurt houden. En dat doe ik dan. Lijkt mij een hele goede actie om Bergeijk, de schoonste stad van Nederland, hier op de kaart te zetten.
Oké, nou, houden we. En tot op de schoonmaakbeurs. Houdoe. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Dit is een nagekomen bedrijfsnieuwsbericht van Kunststof Kozijnen Bergijk, dat bedrijf. Die komt nog even. Er waren nog wat bijwerkingen weggevallen. Die komen zich gebrek aan eetlust, ontsteking van de alvleesklier, lever, dikke darm of nieren, geelzucht, slaapstoornissen, stemmingsveranderingen, zoals ernstige neerslachtigheid, angst, nervositeit, prikkelbaarheid, maar ook overdreven goede stemming, verwardheid, ziektebeeld met onder andere verslapping, pijn en minder gevoel van in vooral voeten en onderbenen. U kent het allemaal onder natuurlijk de verzamelnaam polyneuropathie en psychische stoornissen zoals wanen, hallucinaties en denkstoornissen. Dus nu heeft u ze echt allemaal. Ik zal ze nog even allemaal één keer, zoals u even pen en papier pakt. Vooral als u klant bent van het bedrijf Kunststof Kozijnen Bergijk. U kreeg u even alle bijwerkingen op één rijtje. Dus, u heeft kunststof kozijnen geplaatst. Dan kunt u last krijgen van, maar het bedrijf Kunststof Kozijnen Bergijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de dan optredende oorsuizen, hoest, haarverlies, maagstoornis, opgezwollen of koude handen en voeten, slapeloosheid, nachtmerries, geheugenverlies, diarree, neerslachtigheid, droge mond, hartkloppingen, een vermindering van de hartslag, onregelmatige hartslag, pijn op de borst, flauwvallen, een verminderde behoefte aan seks, hoofdpijn, misselijkheid, moeheid, duizeligheid, tintelend gevoel en allergieachtige reacties zoals uitslag, galbulten en jeuk. Een algemeen niet goed voelen, netelroos, koorts en huiduitslag, zwarte ontlasting, bloed in de urine, suiker in de urine, onvoldoende werking van de lever, oorsuizingen, gehoorstoornissen en stuipen, gebrek aan eetlust, ontsteking van de alvleesklier, lever, dikke darm of nieren, geelzucht, slaapstoornissen, suïcidale neigingen, stemmingsveranderingen zoals ernstige neerslachtigheid, angst, nervositeit, prikkelbaarheid, overdreven goede stemming, verwardheid, een ziektebeeld onder andere met verslapping, pijn en minder gevoel van in vooral voeten en onderbenen. U kent dat onder de verzamelnaam polyneuropathie en psychische stoornissen zoals wanen, hallucinaties en denkstoornissen. Tot zover. Dat was het nagekomen bericht. Luisteraars, wilt u, heel gewoon en heel normaal bent, ons niet meer bellen of schrijven of u in de uitzending mag? Want ik moet eerlijk bekennen, we hebben het nou 6 keer gedaan. En ik zit er doorheen met de gewone Bergijkenaren. Ze bestaan, ik weet het. Er is niks aan te doen. Ja, goed. Daarom morgen weer een speciale uitzending van Radio Bergijk. Hoezo een speciale uitzending? Nou, ik ga op reportage, heb ik voorbereid. Ga je op reportage? Ik heb research gedaan. Waar heb je research aan gedaan? Nou, ik geef de mensen een kleine hint. En wat moet dat betekenen? Nou, gaat er al een belletje rinkelen? Komt er al iets bij je op? Met ja? Raad eens. Je gaat naar een zagerij. Honing raad eens. Je gaat naar... Komt geen enkele gedachte bij je op? Nee. Het is morgen landelijke bijendag. Ach, natuurlijk. Ja. En je gaat daar naartoe? Ja, natuurlijk. Oh. Nou, goed, dames en heren, dan weet u dat alvast. Morgen een reportage door de heer Van Eersel. Die op bezoek gaat bij de landelijke bijendag. Jij liever dan ik. Goed, dan geeft Tedje nu een met wild arm zwaaien het teken dat we aan het eindpunt zijn gekomen. Ja, Tedje, ik heb je begrepen. Blijf nou maar stilstaan. Wat zeg je? Er zit een bij in je broek. Er staat helemaal niet het eindsignaal te geven. Wat heeft hij? Hij heeft een bij in zijn broek. Nou, dat is een ziekte die heet Sint-Vitusdans. Daar lijkt het op. Ja, wel een komisch gezicht. Ongecontroleerde, wilde, spastische bewegingen. We helpen hem niet. Nee, maar we moeten wel de uitzending afsluiten, ja. Denk ik. Dus dat doen we. Morgen reportage en voor alle zieke Bergijkenaren wetenschap. En alle gezonde Bergijkenaren. Kop op.